Jeffrey Scherbaer, daar sta je dan met een cup in je handen. Ja, ja, de Twente Cup. De Twente Cup. Wat betekent dat voor Eurosport? Geen idee. Ik heb er nog niet met de mening over gehad. Maar ja, weet je, voor ons is het gewoon belangrijk dat we weer ritme op gaan doen. En dat we over 2 weken weer staan in de volgende competitiewedstrijd. Belangrijk. Eerste wedstrijd. Win je met 2-1. Ja. Het is, Eerste set ging ontzettend moeilijk. 26-24. Ja, dat klopt. Dat klopt. Je hebt, dat heb je toch een beetje met dit soort dingen. Je speelt nooit tegen teams waar je normaal niet tegen speelt. Je krijgt daar toch andere ballen van dan wat je normaal gewend bent. En ja, plus het feit dat we een week, dikke week niet getraind hebben. En ja, dan is het toch weer zoeken om je ritme weer voor elkaar te krijgen. Finale tegen Apollo. Verraste jou in de eerste set de sterkte van Apollo? Nou, ik denk dat... Nee, niet echt. Ik denk dat Apollo een goede ploeg heeft. Ze staan hier voor niks aan in de topdivisie. Dus dat doen ze erg goed. En, nee, ik vind het een goede ploeg. En ja, dat is gewoon moeilijk om tegen te spelen. De volgende wedstrijd is eigenlijk Flamingo's bij ons thuis. Ja, dat zijn moeilijke wedstrijden. Ik vind eigenlijk dat we in de Eredivisie geen makkelijke wedstrijden hebben. Er zijn eigenlijk geen ploegen die echt heel veel minder zijn. En, dus je moet elke wedstrijd moet je er weer vol voor gaan. En dan heb je Judith Kamphuis als libero aangesteld, omdat er op dit moment gewoon geen ander is. Dat betekent wel dat je aanvalskracht een hoop moet inleveren. Vandaag wel, maar het is nog maar de vraag hoe lang dat zo blijft. Hoe lang blijft dat zo? Ja, dat weet ik nog niet. Ja, dat weet ik wel, maar daar kan ik nog gezinnig woord over zeggen. Hey, Judith Kamphuis, je wint de Twente Cup. Wat zegt dat Eurosport? Nou, dat je de beste van Twente bent, dat is dan duidelijk. Maar wat het voor de rest zegt, vrij weinig. Lekker tussendoortje? Ja, nee. Is het lekker om in zo'n 9 dagen je hoofd helemaal leeg te maken? Ja, dat heb je ook echt wel nodig. Want ja, je traint gewoon elke dag ook met elkaar. En ja, het is fijn om die 9 dagen ook wat met familie te zijn, met vrienden. Dingen waar je normaal niet aan toe komt. Om dat juist dan te doen. Ja. Dus ja, dat was fijn. We zien jou in de vorm van libero. Onwennige plaats voor jou? Nee, ik heb het 8 jaar lang gedaan bij Setup. Dus ik ken het wel en... ja, we hebben natuurlijk nu de problemen met Kim. En ik heb gezegd van ik sta er gewoon voor het team wanneer nodig. En dat was vandaag al. Dus. Is het niet libero tegen wil en dank? Hoe bedoel je? Tegen wil en dank. Dus van er is gewoon geen andere mogelijkheid. Ja, misschien ook wel. Ja, er moet toch iemand de fineut zijn, zeg ik in dat opzicht. Maar nee, ja, weet je, je werkt met het team ergens naartoe. En als ik daarvoor een keer een andere plek in moet nemen, dan is dat zo. Volgens mij is het bestuur hard en druk bezig met een nieuwe libero. Dus ik hoop dat ze voor volgende week zondag er is. Want dan is de volgende wedstrijd. Ja, dan is het volgende. Tegen Flamingo's. Dat klopt, ja. Een wedstrijd die ook weer gewonnen moet worden, want jullie hadden een fantastische serie neergezet. Ja, elke wedstrijd moet gewonnen worden als je met de top mee wil doen. Maar Flamingo's is meteen een tegenstander ja, die vrij taaie ploeg heeft en ervaren speelsters. Dus ja, we moeten niet direct weer staan. Wens jou ontzettend veel succes. Dankjewel. Hey, bedankt hè.